Hallo, welkom terug bij Ga Mie Meneer. Daar kwam de soepel uit. Er wordt wel eens aan mij gevraagd, goh Don, waar is die stoel van je? Waarom sta je? Nou, omdat je je bek er niet over kan houden, zet ik gewoon constant op de achtergrond. Dan kan je er constant naar kijken. Daar is hij. Ik ga er geen gebruik van maken, deze aflevering. In ander nieuws, er is nog maar vrij weinig dagen. Tot 15 maart kan je blijkbaar stemmen op jouw favoriete YouTuber, Instagram of Twitcher. Hey, stem even op mij. Stem.feed.nl. Je weet het inmiddels weer. Ik heb het al 100 keer gezegd, maar je moet het alsnog blijven doen. Gebruik 500 e-mails. Ik wilde eigenlijk een rant gaan houden over het concept van Feed. Maar ja, dat doe ik wel als ik een award heb gewonnen. En al heb ik er geen één gewonnen, dan doe ik het wel in een video. Goed, welkom wederom op de subreddit Ga Mie Meneer Submissies. Meest ultieme beestbeveiliging. Een video van Joost speelt spellen. Well, yes. But actually, no. dit was zo droog. Ik wist niet dat hij die video had geüpload. Kijk, Joost die ging een beetje vooruit werken, want hij ging op vakantie, et cetera. En we hadden niet gecommuniceerd over wat hij zou doen met rust en wat ik zou doen met rust. Ik denk, nou, weet je, ik kom opeens zijn basis tegen. Fuck it, we gaan het gewoon proberen. Fuck it. En die video was ingepland voor de woensdag. En letterlijk het uur daarvoor, of misschien een aantal uur daarvoor, meest ultieme beestbeveiliging. Nou, laat ik maar even gaan inbreken bij Joost. zo droog. Ga Mie Meneer is echt saai en er is niks origineel zijn. Nou, daar heb ik dus even mijn twijfels over. Dankjewel, meneer Buma. 100k. Rick, let me in. Let me in. Ik heb geen idee waar die nu op staat. 96k. Oh, dat is netjes. Je weet wat je te doen staat. Don, Red Dead Redemption 2. Wordt dit veel bekeken? Nee, totaal niet. Maar dat was wel echt een spelletje wat ik echt uit wilde spelen. Gewoon tijdens het bekijken van die meme van vorige week hetzelfde gezicht trekken. Ja, maar dat doe ik niet expres. Dit is gewoon mijn uitdrukking. Dit is mijn hoofd. Ik vind het wel geinig dat we nu steeds dieper gaan in het plaatje. Hoe praat je als een game, meneer? Boek 2? Memes zijn eigenlijk memerijen. Jeremy is een joch. Link is een rugprikker. Er staat backstabber. Het is eigenlijk rugprikker. Inmiddels is dat niet meer zo, maar weet je, voor het geintje doen we het wel eventjes. Lekker spelen zijn blijkbaar gunners en Duncan is eigenlijk Duncan. Yes. It is time to go. Was I a good ledge? No. I'm told you were the best. We zijn eerlijk gezegd ook gewoon maar 2 ledges geweest. We moeten even wachten. Ik weet niet of er een derde komt. Die informatie heb ik niet. Maar als er een derde komt, dan kunnen we die ook weer in de vergelijking meenemen. Don zijn pickaxe, gold digger? Nee. Muntenharker. Ja. Weet je, kijk, om even een paar veren in mijn reet te steken. Dat doe ik te weinig, hè. Maar ik ben als enige YouTuber gewoon open over dat ik gewoon eigenlijk zoveel mogelijk geld in een zo kort mogelijke tijd wil verdienen. En als relativering gebruik ik gewoon, ja, wie wil dat nou niet? Prima, iedereen wil het wel. Gamer memes die over feed gaan. Andere grappige en originele Gamer memes. Ja, de feed memes hebben wel even de overhand genomen, maar dat komt omdat we zo dichtbij het evenement zijn. Als het evenement voorbij is, hebben we vast wel iets anders om over te memerijen. Iedere feed award. Don. Ja, ik bedoel, ik ben wel voor 5 dingen genomineerd. Dus ik wil een beetje van dat. En ik wil een beetje van dat. En doe maar ook een klein beetje daarvan. En ik wil deze helemaal hebben. Op Don stemmen bij beste gaming? Nee. Op Don stemmen bij beste vrouwelijke YouTuber. Ouwe, ik heb zo hard gelachen. Op de Instagram van feed? Ja, hier. Even kijken, vorig jaar reikte volg Petrus de award uit voor beste vrouw, blablabla. Werd gewonnen door Marije. Cliché dat vrouwen hem winnen, weet je. Even kijken, tag de beste vrouw en stem. En volgens mij stond er echt, nou, ik kan ze nu dan even niet zien. Maar ik had op een gegeven moment, op mijn Instagram kreeg ik echt notificaties. En dan was het echt, ja, stem op game meneer. Mijn beste vrouwelijke. Ik ging helemaal stuk, joh. Ja, hier. Dankjewel, Lennart. Dankjewel, Just a Girl Called M. Dankjewel, Anton. Ja, ik denk Gamer Neer, sowieso Gamer Neer. Ah, is... maar ik wil er niet voor de vrouw. Ik wil de beauty.
Beauty is tenminste nog reëel. Voor de anderen moet ik gewoon echt... Moet ik me identificeren als vrouw. En dat was ik niet zo snel van plan. Beste beauty YouTuber. Beste vrouwelijke YouTuber. Captain America. Civil War. Oh, er gaat ongetwijfeld wel wat oproer doorkomen. Eerlijk, hoe teringdroog zou het zijn? Voornamelijk media en bedrijven zijn heel erg politiek links. En links neigt ook, zeg maar, richting de acceptatie van transgender identificatie. Wat nou als ik een dikke campagne ga voeren tegen volgend jaar feed? Dat ik zeg dat ik identificeer als een vrouw. En dat ze me niet tussen vrouwelijk willen zetten. En dan kan ik ze gewoon als seksistisch neerzetten. En discriminerend. En dan wil geen enkel bedrijf weer met Fiat samenwerken. En dan zal er geen Fiat meer komen. Want dan hebben ze de financiën niet. Wat een complot. Koter / Don. V. Torben wint de beste gamer. Ja, nee, daar zal ik ook flink van schrikken als dat gebeurt. Ik bedoel, Torben is een aardige gozer. Maar had hem dan onder nieuwkomer neer... Staat hij überhaupt onder nieuwkomer? Nou, kan ik even niet hier op de lijst zien. Dan moet ik weer inloggen. Daar heb ik ook geen zin in. Waarom kan dit? 908 weergaven. 896 duimpjes omhoog. 15 omlaag. Dat is 911. Hoe kan dat? Ja, tik even bij Susan op de schouder dan. Met een kut platform. Ja, what the fuck, hé? Nee, er zit altijd zo'n vertraging in. Echt, dat is een comment die ik echt al jarenlang voorbij zie komen. Dan even bijvoorbeeld de video staat dan. De staat, hè? Laten we zeggen 50 weergaven. Maar dan heeft hij al 900 likes. En inderdaad een beetje dislikes. En is het echt, ja, maar hoe kan dat nu? Dit zijn meer likes dan weergaven. Ja. For fuck's sake, hoe lang kijk je al naar YouTube-video's? Inmiddels moet je dat wel weten. Deze knaap verdient Beauty Vlogger Award. Wauw. Dankjewel, meneer Trump. Don, restaurant. Joch, dat een foto is. Oh, god, ja. Don moet een post aanmaken, zodat we hem karma kunnen geven. Nee, joh, nee. Nergens voor nodig. Laat mij maar gewoon de stille observeerder zijn aan de zijlijn. Memes. Memerijen. Racistische plaatjes over niet-witte mensen. Ik moet mijn naam aanpassen. Welkom bij Ga... Racistische plaatjes waarin grappen worden gemaakt over niet-witte mensen. Meneer, genomineerd worden voor de beste mannelijke YouTuber bij de Feed Awards. Genomineerd worden voor beste vrouwelijke YouTuber bij de Feed Awards. Ja, ik wil gewoon beide. Oké, er is iets zoals, dat heet gender fluid. En gender fluid houdt in dat je de ene dag voel je je meer man, de andere dag voel je je meer vrouw. Dus als je je zo identificeert... Zou je technisch gezien voor beide categorieën genomineerd kunnen worden? Of dan moeten ze het anders verwoorden. Dus beste persoon met XY-chromosoom, beste persoon met XX-chromosoom. Dan moeten ze het op de chromosomen gaan inspelen, want die zijn niet zeg maar te veranderen. Identificatie wel. Hebben jullie gestemd op lekker spelen voor beste Twitcher, Koters? Well, yes. But actually no. Ja, maar dat is de deal. Lekker spelen. Zit in een hokje. Mij te pushen voor beste gaming. En dan was de deal dat ik hun zou pushen voor beste Twitcher. Doe je deel. Stem op mij voor beste gaming. Stem op lekker spelen voor beste Twitcher. Stem op Jeremy voor beste vlogger. En stem op Fortnite Jachtseizoen voor beste serie. PewDiePie helpen omdat hij in een oorlog zit? Nee. Beetje zijn content jatten op een zondag. Ja, maar dat is gewoon niet waar. Als dat waar was, dan zou ik letterlijk op zijn subreddit nu gaan zitten kutten. Hé, moet je kijken, oh wat is het leuk, ja, ik ga al dit pakken. Nee, dat is van hem. Deze voor mij. En technisch gezien geen eens voor mij, want ik heb geen eens een subreddit gemaakt. What the fuck? Ik ben Calvijn, word voor alles genomineerd, dus stem op mij. Ja, maar echt hoor. Weet je, dan gaan de wenkbrauwtjes wel omhoog staan als dat gebeurt. Als je zelf als organisator... ik ben genomineerd voor 6 categorieën. Ja, dan worden mensen verdacht. Ben ik nu nog een koter, is de titel van deze. Duits 8.7, 6.3, Frans, geschiedenis, Griekse taal en letterkunde 9.9. Maar waarom geen 10? Waarom doe je zo? Waarom speel je zo met mijn gevoelens? Latijns 9.6. Is het een figuurtje die VWO doet? Krijgen we nou, joh. Dit zijn lekkere cijfers, hoor. Engels loopt echt als enige achter. Dit is echt de enige die een 6 heeft. Voor de rest gewoon minimaal 7,5. Dat doe je goed, hoor. Lekker bezig. Jij mag extra meme'tjes vandaag kijken. Extra lang.
Wanneer je meerdere accounts aanmaakt om op Dom te stemmen voor beste gaming. It ain't much, but it's honest work. Yes, dat kan. Dat maakt het ook juist een hele... Dat is het stomme eraan. Eén persoon kan letterlijk eigenlijk 100 stemmen uitdelen. Er is één agenda item op zondag. Oeh. Om 8 uur 's avonds heb je Ga Meme Neer. Hey, uitstekend. Vul je agenda. 8 uur 's avonds. Ga Meme Neer. Op zondag. Eigenlijk maak ik gewoon elke dag om 8 uur 's avonds een video. Kijk ze eigenlijk gewoon allemaal. Ik wil gewoon over 10 jaar met pensioen gaan als het eventjes kan. I need them coins. You gotta give me the coins. Petitie om Don zijn Rubik's Cube te laten oplossen voordat we op hem stemmen voor feed. Ja, maar kom op. Ik zit er af en toe gewoon even mee te klooien. Nu heb ik het weer omgegooid en dan heb ik een half gele, half rood. Geef me gewoon even... Ik zit er ook niet elke dag op te kloten, oké? Hij staat er gewoon. Maar Don... Hebben we de 10 minuten behaald? Yes! Nou, dat is mooi. Bedankt in ieder geval voor het kijken naar deze video. Vond je dit een leuke video? Beloon het dan met een duimpje omhoog. Wil jij 2 andere video's zien? Druk op de knoppen naast mij. Zie ik jou graag de volgende keer weer. Doei!